Leuk dat je kijkt naar deze video. Deze keer een shopblog. Ik heb namelijk sinds 2 dagen zomervakantie. Ik ben deze hele week op pad geweest om outfits te shoppen voor deze zomer. Thema is summer chic. Het was een flinke zoektocht en ik heb hele toffe outfits gescoord. Ik ben er zo blij mee. Ik heb mijn items gekocht bij de H&M, Mango, My Jewelry en een heel klein zaakje in het centrum van Delft, Lokolama. Die heb ik sinds deze week ontdekt en wat is dat een toffe winkel. Het heeft home accessoires, maar het heeft ook kleding en echt een beetje allerlei kleurtjes en ja, super vrolijk. Oké, voordat we starten, ik heb een basis waarmee ik altijd mijn kleding aandoe. En dit is een tip voor degene die ook een grotere buste hebben. Er bestaan 2 BH's bij de Hunkemuller voor grote cups. Waardoor je echt alles kan dragen. Dus je kan een halterjurkje dragen, maar ook strapless, one shoulder. Toch hou je dan die ondersteuning en de stevigheid bij je borsten. Dan heb ik deze zwarte BH. En wat zo fijn is, deze kun je dus als een halter dragen. Dus je kunt haltertopjes, halterjurkjes dragen. Maar je kan hem ook losmaken. En dan heb je nog een verlengstukje. Dan maak je hem hier aan de achterkant vast. En dan heb je eigenlijk gewoon een normale rechte BH voor andere kleding. Heel handig. En ik heb deze gescoord. En dit is een strapless BH. En dit is voor het eerst in mijn leven dat ik een strapless BH heb gekocht. Die ook echt lekker zit. Goed valt. En dat mijn kleding ook mooi zit. Het heeft een kleine, of het heeft toch wel een soort van opvulling. Waardoor je kleding heel mooi over je borsten valt. Het heeft ook een randje hier, anti-slip randje. Dus het blijft op zijn plek zitten. Eigenlijk als je dus deze items hebt. Ik heb dan deze ook nog in huidskleur. Kun je alle kanten mee op. Ik heb altijd een basis qua kleding. Dat zijn deze broekjes. Bijvoorbeeld. Die heb ik in het zwart. En die heb ik ook in het... Het is huidskleur, het is alleen niet mijn huidskleur, maar goed. Een lichte. Dus dan kan ik het altijd afwisselen. Als ik een zwart rokje draag, heb ik altijd een zwarte aan. En bij lichtere items doe ik dit broekje eronder. Dit is echt een soort second skin. Dit zit super lekker. Het is niet echt corrigerend, maar het zorgt er wel voor dat je huid in ieder geval glad is. Dus het neemt wel wat oneffenheden weg. Deze zijn van de Hema. Ik heb een maat L. En het stretcht echt ontzettend. Het ziet super lekker. Ja, dus dit is wel een must-have. Om je kleding mooi te laten vallen over je lijf. Oké, laten we beginnen. Ik heb bij de H&M heb ik een aantal dingen gekocht. Maar ik heb ook setjes gemaakt. Dus ik doe het even door elkaar. Oké, het eerste setje is deze broek. En deze is van My Jewelry. Ik draag dus een maat M. En normaal gesproken €50. Maar er is nu sale begonnen. En er was met 50% korting, dus €25. Ja, en het leuke is dus, het is van die wijde pijpen. Het is een straight leg, maar het heeft van die wijde pijpen dus. Helemaal recht. Het enige is dat hij voor mij te lang is. Dus ik moet hem echt in gaan laten maken. Een heel klein randje moet eraf. Het spul is een beetje, ja, het is satijn. Een beetje dik. Maar omdat het wijd is, is het ook lekker luchtig. Ja, dus heel erg blij met deze. Het topje wat ik erop draag is een one shoulder topje. En die is van de H&M. En ik draag een maat M. En het kost €9,99. Ik zit dus gelijk weer met wat voor BH doe ik dan aan. En het is voor mij best wel lastig om dan gewoon geen BH te dragen. Het kan natuurlijk wel. Maar ik vind het gewoon niet lekker zitten. Dus ik ben heel erg blij dat ik die strapless BH heb gevonden bij de Hunkemuller. Zodat ik ook dit soort tops dus kan dragen. En voor het tweede outfit heb ik deze groene broek. Beetje gewaagd wel, vind ik zelf. Veel te lang. Deze heb ik bij My Jewelry gekocht. En kost €40 normaal gesproken. Maar ook weer 50% korting. Dus ik heb hier maar €20 voor betaald. Ik twijfelde wel een beetje omdat het een maat L is. Ja, L was wel baggy. Dus eigenlijk een beetje te groot. Maar aan de andere kant, dit soort broeken kun je prima wat groter dragen. Toen ik het net aan had, vond ik het wel heel leuk staan. Ja, en het spul is heel erg lekker. Want het is dus lekker stretchy. Waardoor het gewoon heel erg lekker zit. En het elastiek lijkt heel erg strak. Maar het is heel slap. Waardoor het niet snijdt in je lijf. En het heel mooi over je buik heen valt. Ja, dus deze twijfel ik nog. Maar ik moet zeggen, als ik hem dan wat korter zou maken. Dan kan ik hem ook met een slippertje aan. Dat one shoulder truitje heb ik ook in het crème gehaald. Bij de H&M. Ook weer heel erg chic, heel erg mooi.
Deze kost €9,99 en ook hier heb ik weer een maat M aan. Met zo'n strapless BH. Ja, heel erg mooi. En ik vond dit een hele mooie combinatie met dat groen. Maakt het heel zomers, heel vrolijk, heel fris. Oké, tussendoor nog even een schoenentip. Wat heel handig is om in je kast te hebben staan, is een paar zwarte schoenen hakken. En ik kies dan voor een blokhak, omdat ik daar heel goed op kan lopen. En die heb ik toen ook gelijk in het bruin gekocht. Ik dacht, dan kan ik altijd combineren. Zwart past bij alle zwarte outfits die je dan aan hebt. En bruin past eigenlijk bij alle andere kleuren die je hebt. Hè, zoals wit, maar ook groen of een andere vrolijke kleur. En dan kun je alle kanten op als je hakken aan wilt. Oké, het volgende item is van de Mango. Het is namelijk een jumpsuit. Maar echt heel chic. Het is helemaal van satijn. Heel zacht is het ook. Normaal gesproken dus €60, maar nu voor €35,99. Met een rits aan de achterkant. En dat valt dus heel mooi zo over je lijf. En deze had ik niet kunnen kopen als ik dus niet dit strapless BH zou hebben. Ja, het vrolijke hieraan is dus echt die kleuren. Dat paars met rood. Echt van die contrastkleuren, daar hou ik ook wel van. Lekker fel. Ook deze is toch wel lang, heb ik gezien. Dus ik moet hier ook wel hakken onderaan doen. Maar deze is best wel chic. Dus dit is sowieso wel een item die ik met hakken aan zou doen. Oké, het volgende item. Echt een onmisbaar item in jouw kledingkast. Is namelijk de Little Black Dress. En daar heb ik er natuurlijk wel al meerdere van. Alleen de laatste tijd ben ik heel erg van dat het hier wat dichter is. Dus dat het wat hoger gesloten valt. En dit is dus zo leuk dat het hoog afsluit. En het heeft dus ook van die hele lichte, zachte, dunne schoudervullingen. Waardoor je toch een klein beetje dat hoekje hier creëert. En echt een beetje dat deftige. Dat vind ik dus heel tof. En wat ook wel een leuk detail is, is die knoop hier. En wat ik daar leuk aan vind, is dat het een klein beetje je jurk breekt. Dus heel vaak zie je gewoon een effe zwarte jurk strak. En ja, dan zie je ook al heel snel je figuur natuurlijk. Maar omdat hier een knoopje zit, trekt het een beetje naar die kant toe en krijg je van die plooitjes. En die plooien zorgen ervoor dat het dan niet meer zo, dat het niet zo strak over je lijf valt. Heel erg zacht ook, valt heerlijk over je lijf. Nou, en hier kan ik gewoon een normale BH aan doen of een halter BH. Deze is €24,99, niet af op prijs en ik draag een maat M van deze. Oké, volgende item, ook onmisbaar in je kledingkast, is dit zwarte rokje. Wat ik fijn vind aan dit zwarte rokje, het is echt lekker basic. Het heeft elastiek van boven, maar weer niet heel strak, maar gewoon lekker soepel. Valt mooi over je buik. En wat ik ook een leuk detail vind, is hier het splitje. Dat breekt namelijk ook een beetje, waardoor die niet helemaal standaard is. Toch net even anders. Ook van de H&M, €19,99. Ik heb een maat M gekocht. Ik heb het rokje dus gecombineerd met een sporttop. Ook echt een top item van de H&M weer. Ja, dit zit zo lekker. Het is eigenlijk een sporttop. Maar het heeft lekker veel stretch. Ja, dus dat zit super lekker. En wat ik heel fijn vind aan deze is dat het hier wat meer naar binnen loopt. Dat vind ik er best wel tof uitzien. En wat ook handig is, is dat het gewoon kort is. Hè? Echt een crop top. Zodat je niet met die losse stof nog in je rokje zit of erop zit. Maar dat het gelijk in elkaar overgaat. Deze is €9,99. Ook echt niet duur. En die heb je in het zwart en in het roze ook. Dus oké, de volgende items. Ben ik zo blij mee. Ik heb het zaakje dus ontdekt in Delft. Centrum van Delft. Loco Mama heet het. Ik heb namelijk dit pak gekocht. En dit is een jumpsuit. Het heeft van die knoopjes hier in het midden. En het kraagje maakt het ook wel heel netjes weer. Deze heeft dan wel een mouwtje. Hele leuke details. En die stof, heerlijk vrolijk gewoon ook. Het heeft ook zakken, dus dat is ook wel lekker. En een mooie wijde pijp weer met een ander printje op het einde. Een geel biesje met zwarte strepen. Dus heel gaaf om zwarte pumpsje onder te doen of een zwart hakje. Maar je kunt natuurlijk ook sandalen aandoen bijvoorbeeld. En dit valt ook zo lekker over je huid. Ja. Echt helemaal blij mee. Deze, ik heb dus een maat L genomen omdat maat M er niet was. Maar ik moet zeggen, dat was eigenlijk ook wel nodig. Als je bukt of als je beweegt, dan deze stof direct niet mee.
Dus dan voel je het ook trekken. Dus ik denk dat ik met een M, dat ik er misschien was uitgescheurd. Deze is normaal gesproken 49,95. Maar was nu ook 50% afgeprijsd. Dus ik heb €25 betaald. Oké, volgende item waar ik echt verliefd op werd toen ik die zag. En helemaal toen ik hem aan had. En dat is deze roze jurk. Het is een hele wijde, een beetje een strandjurk eigenlijk. En het heeft dan een van die lange touwen. Die kun je dus in je nek knopen. Die stukjes wol aan het einde. Superleuk detail. En het is dus een halterjurk. Echt heel erg leuk met sandaaltjes of slippertjes naar het strand. Maar ik denk ook dat het een leuke avondjurk kan zijn. Met een mooi hakje eronder bijvoorbeeld. Maar die kleuren, ik werd er echt helemaal vrolijk van. Dus een uitdaging was, is de achterkant. Want de achterkant is heel erg laag uitgesneden. Ja, nu heb ik dus bij de Hunkemuller van die low-back straps gekocht. En die zijn doorzichtig. En het is eigenlijk een verlengstuk van je achterkantje van je BH. Je doet hem eigenlijk naar beneden kruisen. En dan bind je hem om je buik heen. En dat kan zo laag als jij wilt. En nu, door die straps, valt dus mijn BH-randje precies onder de split. Dus onder de opening. Het is van het merk Gold and Silver. Kende ik eigenlijk niet. En die jurk is niet afgeprijsd en is €39,95. Nou goed, dat vind ik wel voor zo'n mooie jurk. Vind ik echt topprijs eigenlijk. Ja, ik ben helemaal weg van deze jurk. Ik kan ook een heel klein pakketje maken. Ik was aan het afrekenen en toen zag ik dit tasje daar staan. En ja, ik kon het niet laten om die ook mee te nemen. Wat leuk is aan dit tasje is, je kunt het eigenlijk gewoon gebruiken als een opbergtasje. Voor in je tas bijvoorbeeld of op reis of wat dan ook. Maar ik vind deze zo chiquer uitzien. Als je hem ook gewoon kan gebruiken als een clutch. Dus dan draag je hem gewoon zo onder je arm bijvoorbeeld. Of je doet je hand erin en dan hangt hij aan jouw arm zo. Of je houdt hem zo vast. Bij hetzelfde winkeltje dus ook, Lokolama. Kijk wat die kost. Deze kost €14,95. Ja, nou daar twijfelde ik niet over. Die nam ik gelijk mee. Oké, dan ben ik ook bij mijn jewelry geweest. Ja, daar heb ik die zwarte broek natuurlijk van en die groene. Maar ook dit leuke rokje. Ja, dit rokje is wel heel erg gaaf. En wat handig is, is dat het eronder dus een broekje heeft. Dus mocht er dan wind staan, wat altijd gebeurt, dan gaat je rokje natuurlijk altijd omhoog. Maar nu heb je dus een broekje eronder al. In dezelfde kleur, dus dat valt helemaal niet op. Het heeft een ritsje aan de zijkant, die kun je gewoon zo dichtmaken. En wat ik dus ook heel lekker vind, is dat die heel hoog is. Het enige is met dit rokje dat ik het spul vind ik iets minder. Ik vind dat een beetje goedkoop ogen. Het printje vind ik echt heel erg leuk. En hij was een beetje te groot. Dus of deze gaat terug, of ik ruil hem voor een maat S. Nou, en deze was €39,99. En ik heb daarop een top aan. In het lila. Superleuke kleur. Ook van My Jewelry. En het heeft van die leuke mouwtjes die lekker zo een beetje zo fladderen. En wat ook chill is, is aan de achterkant, is dus elastiek. Aan de onderkant. Dus het rekt lekker mee. Daardoor zit het ook heerlijk op je huid. Ook bij deze had ik een beetje van... ik vond hem een beetje te groot. Hij ging ook af en toe een beetje naar buiten toe. Dus dan moet je heel erg opletten. Oh, vallen mijn borsten er niet uit? Er zit alles nog op zijn plek? Ja, daar hou ik niet zo heel erg van eigenlijk. Het spul vind ik ook een beetje goedkoop ogen. Ook al voelt het wel heel erg lekker. Het is een soort van linnen of zo. En deze is €39,99. Wat ik ook wel heel erg duur vind voor gewoon een simpel topje eigenlijk. Dus ik denk dat ik deze wel terug ga brengen. Zeker omdat ik hem, dat ik erover twijfel. En ook met de V-hals te diepe inkijk. Dus ik denk, hoe leuk deze ook stond, dat ik deze wel terug ga brengen. Ja, en dan mijn laatste item. Oh, ik ben hier zo blij mee met dit rokje. Ja, dit rokje is echt... is nu al mijn lievelingsrokje. Het spul is heel erg zacht. Het is satijn. En het fliert en het... het is zo lekker, zo speels rokje. En wat ik wel leuk vind is het detail aan de zijkant. Met die linten zo. En dan kun je er een mooi lusje van maken of een mooi strikje. Het heeft een ritsje hier aan de zijkant. Dus die sluit ook heel mooi aan op je heup. Wat ook heel chill is, hij is ook hoog. Lekker high-waisted. En dat vind ik toch ook wel heel erg prettig. Ook een voordeel is dat hieronder ook een broekje zit. Dus het lijkt een rokje, maar je hebt er een broekje onder. Dus met wind ben je gewoon helemaal safe.
Dit rokje heb ik dan van de Stin. En die was ook afgeprijsd. Normaal gesproken 30 euro. Vind ik op zich ook wel meevallen. En dan nu naar 25. Dus top. Heb ik ook weer 5 euro korting gehad. En van dit rokje draag ik een maat M. Deze maat valt ook echt precies hoe die is. Daarbovenop draag ik een topje van H&M. Weer zo'n hoge kraag. Dus het sluit mooi af aan de bovenkant. Het is niet heel lang. Dus toch een beetje zo'n crop top. De detail aan de zijkant met het elastiek zorgt toch weer voor een speels effect bij je buik. En wat ik ook mooi vind is die brede schouder. Waardoor je weer een beetje dat hoekige krijgt. En daar krijg je toch een beetje dat deftige chique van. Dit topje is maar 10 euro en ik draag een maat M. Lekker stretchy, dus het valt heel erg mooi over je lijf. Ja, dit setje is wel echt een van mijn favorieten. Oké, nou dat waren mijn outfits. Ik ben zo blij met deze outfits, met deze aankoop. Het enige is dat ik nog even twijfel over dat ene rokje en dat topje van My Jewelry. Ik denk dat ik het gewoon nog een keer ga passen om te zien van oké, ga ik het nou houden of niet? Of omruilen voor een kleinere maat. Maar goed, dat zie ik nog wel. Ik kan in ieder geval vooruit deze zomer. Ik ga ook nog op vakantie, dus deze gaan sowieso mee mijn koffer in. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Vind je deze video leuk? Geef het dan een like. Wil je meer van mijn video's blijven zien en wil je dat ik nog meer content ga creëren? Abonneer dan op mijn kanaal. Dat zou ik echt super tof vinden. Bedankt voor het kijken en tot een volgende video. Doeg!